Fotostart 033. Ja. En nu? En nu kan iedereen tot en met 9 juni, tweede Pinksterdag, komen kijken in heel veel locaties in de stad. Er zijn er al een aardig wat open, hè? Joriskerk, Aagtekapel. En vandaag, 8 mei, openen we ook het Rietveldpaviljoen. Iedereen die dit pand kent weet dat het natuurlijk heel modern is. Dus we hebben daar ook gezocht voor fotografie die daarbij past. Rietveld, dat is de stijl. Dus we hebben een beetje eigenwijze fotografen gezocht die allemaal een hele eigen stijl hebben. Dat is ook de titel van de expositie hier. Dat was iets waar we het met de fotografen snel over eens waren. Waarom ben ik zo eigenwijs? Ja, dat zit in mijn natuur. Dat ja. En wat ga je mensen hier laten zien op deze tentoonstelling? Ja, het is eigenlijk een filmpje gemaakt van foto's. En die foto's vertellen een verhaaltje. En het is gemaakt met de kleding van Sally Pittman. Ook een kunstenaar uit Amersfoort. En de twee jurken achter u, dat zijn? Ja, die zijn gebruikt in de film. Ja. Die zijn gebruikt in de film. En wat wil u, wat is het verhaal dat u wil vertellen in de film? Ja, dat het gaat om de kwetsbaarheid van de mens. En daar gaat het eigenlijk om. Dat mensen ook kwetsbaar zijn en dat ze zich ondanks hun kwetsbaarheid zich wel durven laten zien. Je fotografeert veel jonge, hele mooie, beetje dromerige meisjes. Ja. Ben je zelf ook een dromerig meisje? Een beetje wel, ja. Ja. Het idee erachter is eigenlijk, de wereld kan soms heel koud en hard en zakelijk zijn. En ik wil heel graag de mooie kant benadrukken. Dus daarom ook de natuur, de mooie meisjes, de jeugd. Je eerste expositie? Allereerst. Een primeur? Een primeur, ja. Dus je bent heel benieuwd naar de reacties? Heel benieuwd. Een beetje gespannen, want alles heeft natuurlijk een positief en een kritiekpuntje. Je foto's hangen aan de muur, maar jij zelf hangt daarmee ook aan de muur, hè? Eigenlijk wel, ja. En dat is altijd spannend. Ja, dat is een reden waarom ik graag achter de camera sta en niet ervoor. Ik heb 2 jaar geleden heb ik ook meegeholpen met de organisatie van het fotofestival Amersfoort Fotostad. En dit jaar werd ik weer gevraagd of ik mee wilde helpen aan een expositie. En dat is deze expositie. En jij fotografeerde allang? Ik fotografeer sinds, wat is het? Ik ben afgestudeerd op de Kunstacademie in 2002. Dus dat is inmiddels wel weer. Dan draai je alweer een jaar of 12 mee, precies, zullen we maar zeggen. Ja. En altijd fotografie? Altijd fotografie, ja. Ik heb mijn eigen fotostudio hier in Amersfoort. En ik heb een communicatiebureau, Sine Prikkelend. Dat doe ik samen met mijn man. Ik maak eens in de zoveel tijd vrij werk. Ook om, voor de eigen creatieve input. Ik werk daar vaak samen mee met stylisten. Of als de modellen bij zijn, met modellen, visagisten. En jullie zijn op zoek geweest naar eigenwijze fotografen? Ja. Wat maakt jou eigenwijs? Wat mij eigenwijs maakt? Mijn kijk, denk ik. Mijn manier van werken. Ik kijk toch altijd net even weer anders naar de dingen, naar de wereld om me heen. En maak daar eigenlijk mijn eigen creatieve invulling van. En als je het betrekt op vrij werk, ik heb een creatief brein wat altijd alle kanten op gaat. En ik vind het leuk om in beeldverhalen weer terug te brengen. En dit is eigenlijk wat hierachter hangt, ook weer zo'n verhaal. En vermoedelijk meer ideeën dan tijd. Altijd. Yes. Zo gaat het, ja. En wat je hier ziet is eigenlijk alles wat het leven kleur geeft. Dus food, fashion, design, architectuur. Het is één explosie van kleuren. Amersfoort is hot wat fotografie betreft, hè? Ja.
Ja, en vandaag gaan we hier pas open, maar er kwamen, vanmiddag kwamen er al mensen speciaal uit Alkmaar een dagje Amersfoort Fotostad doen. Nou, dat vinden we fantastisch. Okay. En dan geef ik nu het woord aan Pim van den Berg. Dankjewel. Ik ben heel erg blij dat je de naam van de fotograaf genoemd hebt. En ik moest het wel met kaartjes doen, ik kan het niet uit mijn hoofd. Maar ik was wel weer erg blij. Soms heb je van die dagen, dan fiets je ergens naartoe en dan ben je toch wel een beetje blij. Dat was ik vanochtend al, want vanochtend fietste ik naar het stadhuis toe. En kwam ik die auto tegen, die u ongetwijfeld ook allemaal wel eens tegenkomt in de stad, met die grote roomsoes op het dak. Van een bakker hier ergens. Nou, dan is mijn dag al bijna goed. Maar ik reed net hier naartoe naar de Zonhof en ik kwam daar een autorijschool Hosanna tegen. Kijk, en dat zijn dan van die beelden dat je denkt, volgens mij als je nou fotograaf bent, dan pik je dit soort dingen eruit. Ik kom op die roomsoes straks nog even terug als het gaat om persoonlijke ontboezemingen of eigen stijl. Want dat zou ik ook een beetje moeten doen. Niet zozeer dat u geïnteresseerd bent in mijn persoonlijke ontboezemingen, maar het is wel zo dat wethouders graag over zichzelf praten. Dus dat, ik wil het gewoon even kwijt. In Amerika, waarin je vaak ja, zeg maar van die roodachtige restaurants tegenkomt, verkleed in een hamburger of eruitziende als een oude auto, vooral als je Route 66 doet. Dat heb ik ook meegenomen naar Nederland, dus die roomshoes heb ik al 36 keer gefotografeerd. Maar u zult verbaasd staan in de openbare ruimte wat u tegenkomt aan zakken patat, aan ijsjes, aan bierglazen op manshoog, aan vissen die voor winkels staan waar vis wordt verkocht, et cetera, et cetera. Ook die collectie mag u zelf de komende jaren gaan ontdekken. Als u met die ogen naar de stad kijkt. En last but not least, en ik hoop dat dat wel een keer overgenomen wordt, dat kan haast niet missen. Ik twitter niet, maar ik flipper. Of ik doe dat via Instagram. En Instagram is volgens mij precies een programma wat iets anders doet dan dat oude truttige twitteren in woorden. Of in 180 tekens. Dat is namelijk in beelden die volgens mij veel krachtiger zijn. En ik ontdek in ieder geval op Instagram dat mensen die daar hun foto's in uploaden, alleen maar foto's uploaden die iets in zich hebben als een geintje of grappig of bizar of gemaakt of wat dan ook. Alsof het een platform is dat ervoor gemaakt is om met elkaar te delen dat wat mensen meemaken en vooral een grotere mate van vrolijkheid in zich dragen dan ik tegenkom in mijn collega's die aan het twitter zijn. Maar dat die persoon. Voorzichtig van de berg. Ik roep u echt op zoveel mogelijk van onze deze exposities van Fotostad te bezoeken. De organisatie en de exposanten die verdienen het om ten volle gezien en benut te worden. Dat kan ook op een persoonlijke en intieme manier. Nu gaat het even over afstemming tussen de organisatie en de wethouder die een woordje moet doen. Dat kan ook op een persoonlijke, meer intieme manier. Bijvoorbeeld met eten. Op 23 mei aanstaande, 's avonds, vanaf 18 uur, is er een Slide Luck Potshow. Staat hier, Slide Luck Potshow. 12 fotografen van deze expositie nemen deel met hun werk dat op muziek is gezet. En wordt op die avond vertoond. Maar u moet wel zelf uw eigen eten meenemen. Inschrijven kan nog bij Mirjam Barendrecht. En dames en heren, ik open hierbij de tentoonstelling Eigen Stijl.